Ik dacht dat het al gedaan ging zijn. Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Het is even geleden, ik weet het, sorry daarvoor. Het is gewoon echt mega druk geweest, heel hectisch geweest. Een aantal dingetjes die spelen met César, die ja, gewoon nog veel meer van mijn tijd en aandacht hebben gevraagd. We zijn ook nog even een weekje naar Marbella geweest, samen met mensen waar we mee samenwerken, een werktripje. En we zijn teruggekomen woensdag, het is vandaag zaterdag en woensdag begon ik last te krijgen aan een van mijn twee borsten die heel gespannen stond en zo. Dus ik heb een borstontsteking ondertussen. Great, echt helemaal top. Dus dat komt er ook nog eens bij. Dus de afgelopen dagen was ik ook gewoon echt super moe. Want ik wou eigenlijk, als we terug waren van Marbella, daar wou ik niet filmen of vloggen of zo. Maar toen we terug waren, wou ik eigenlijk wel opnieuw de camera vastpakken. Is er dus niet van gekomen, omdat ik echt gewoon super moe was. Ik had ook koorts en zo. Nu nog een beetje, denk ik. Maar het is wel al beter. Ik voel me wel al beter. En mijn borst begint al iets soepeler te worden terug. Dus thank God. Hopen dat het na 2 dagen of zo voorbij is nu. Dus ja, ik zeg het, het was er nog niet van gekomen, maar ik dacht, dit weekend ga ik gewoon de camera terug vastpakken en gaan we zien om er opnieuw in te vliegen. Want ik heb het wel gemist. Ik hoop jullie ook. Misschien helemaal niet. Maar ja, anyway, ik ben blij dat ik opnieuw van start kan gaan dit weekend. We zijn zaterdagochtend dus. Het is 7:20. Ik ben om iets na 6 wakker geworden omdat César terug eten wou. Die ligt nu nog in ons bed mee bij Andres nog een beetje te slapen. Mia Lutjen is ook nog aan het slapen. Dus ik dacht, ik ga gewoon al naar beneden gaan. En even een momentje voor mezelf zonder de kinderen en zo. Want daar heb ik ook wel nood aan. Ik heb mijn bedheld drankje al gemaakt en mijn thee. Oei, Mia Lutjen is wakker. Momentje zonder de kinderen. Even halen. Oké, ze is toch nog niet echt wakker. Ik denk dat het een beetje in haar slaap was. En ze is gewoon terug gaan liggen. Dus ik ga dat even mixen en mijn theetje maken, dat opdrinken, even lezen en even rustig aan mijn zaterdagochtend beginnen, want dat is heel lang geleden. Dus ik ga ervan genieten. En ik neem jullie mee dit weekend, want we hebben vandaag ook nog wel iets leuks op de planning staan. Stukje al kunnen lezen. Het is ondertussen 7:20 en ik ga even al een wasmachientje bij elkaar, verzamelen om een wasmachientje in te steken, want sinds wij terug zijn heb ik dus nog niks van was gedaan. Onze koffers zijn ook nog niet helemaal uitgepakt, want ik zeg het, ik was echt niet oké de afgelopen 2 dagen. Dus ik dacht gewoon, ik ga het nu al even doen, dan kan speed dat wasmachientje in de droogkast en kan ik hem volgende nog insteken, want ik moet vandaag wel echt wat was doen. Want ik heb bijvoorbeeld ook nog maar 1 onderbroek. En ik denk dat Andres ook hetzelfde zal voor hebben. Dus ik moet wassen, anders dan komt dat niet goed. Of extra onderbroeken kopen kan ook. Nee, ik moet eigenlijk gewoon wassen. Dus dat ga ik al even doen. En Mia Lou is een beetje aan het bewegen, dus ik ga de was pakken en haar dan ook uit bedje halen. Het is al 2:40. Wij gaan vertrekken naar het stad, naar Antwerpen. Want wij gaan naar een Moomba show met Mia Lutje. Heel, heel leuk. Dus let's go. Spannend ook. Hey guys, we zijn de volgende dag, niet ochtend. Is de bal eronder gerold, schat? Ja. Mama zal die direct pakken.
Maar het is ondertussen al bijna 12 uur, dus ik kan niet echt meer ochtend zeggen. Allee, nog wel even, maar het is al bijna middag. Andres die moest vandaag wat werken, het is zondag. En gisteren zijn we dus naar de Boomba Show geweest, samen met Mia Lucha. Het was superleuk, mijn ouders hadden dat geregeld. Ze heeft een outfitje gekregen en she loves it. Zat het er juist alweer terug aan. En schat, jouw outfitje van Anadou, jouw kleren, mooi hè? En een mooie hoed. Dus ja, dat was mega, mega leuk. Het was echt heel, heel tof. Zij vond dat ook heel tof. Ja, voor de rest hebben wij niet meer zo heel veel gedaan. Ik kom jou direct helpen, schat. Deze ochtend was redelijk hectisch. Jij is uit het beeld, Mianou. Zo kan mama niet vertellen tegen de camera. Nee, Mianou doen. Oké, poging 2. Het was dus deze ochtend redelijk hectisch. César had ook al 5 dagen geen kaka kunnen doen. En vanmorgen werd hij rond 6 uur of zo wakker. Ben ik ermee naar beneden gekomen en heeft hij eigenlijk heel de ochtend last gehad. En proberen te duwen, proberen kaka te doen, maar het lukte maar niet. En dan daarstraks heeft hij toch eindelijk kaka kunnen doen. Oh, wat is er, schat? Wat is er? Thank God, is heel blij dat dat gelukt is. Dat was heel harde cacao, garmen. Natuurlijk, na zoveel dagen. Maar dat is er dus af en daarna heeft hij wel een dik 1,5 uur ook geslapen. Dus dat is ook heel goed. Maar hij lijkt nog steeds moe. Hij is echt geen 100%. Maar morgen heb ik terug een afspraak met de osteopaat. Daar zijn wij bijna 3 weken geleden ook geweest met hem. Dus we gaan eens even zien hoe en wat verder. En dinsdag hebben wij ook een afspraak bij de kinderarts. Voor eens even een check-up van een aantal dingetjes voor hem. Hij zit ook nog steeds met zo'n snottenbelletjes en zo. Geen koorts. Maar ja, hij is niet in zijn normale happy doen. En dat is echt al wel een paar weken. Dat is ook waarom het zo druk geweest is. Dus wij willen gewoon dat je dat is duidelijk niet helemaal het geval. Een schatje. Oh, zielig. Dit is echt heel zielig. Dus ja, we zien wel wat er allemaal komt. En Andres gaat waarschijnlijk tot vanavond wegblijven. Ik moet alleen subiet Mialu haar boekentasje en zo nog even gaan pakken. En de brooddoos en drinkbus en zo even afwassen. Want moet ik een beetje rondwandelen met jou. Want morgen is Mialuutje haar eerste schooldag. Heel spannend. Vooral voor ons, denk ik. Alhoewel voor haar ook wel. Ik denk alleen dat we haar misschien maar een halve dag gaan laten gaan in het begin. Om haar een beetje te laten wennen. Omdat zij nooit naar de onthaalmoeder of de crèche of zo is geweest. Dus ik denk dat dat misschien beter gaat zijn voor haar. Maar we zien wel. Maar dan moet ik de speed nog wel even pakken. Zodat ik dat nog kan afwassen. En alles klaarleggen voor morgen voor haar. En ja, dan gaat onze kleine meid morgen naar school. Oh my god. De grote zus gaat morgen naar school. Spannend, hè, vent? Ja. Zwat, ik ga even een beetje spelen met hem. En hij ziet er echt nog heel moe uit, toch, garme? Ja, we zien wel. Sorry, het is dinsdag ondertussen. Dus zondagavond heb ik eigenlijk ook bijna niks meer gefilmd. We zijn dinsdag ondertussen. Ik ga jullie even neerzetten. Ik heb net een theetje gemaakt. César, die zit hier in de draagzak, draagdoek bij mij. Mia Lucia heeft vandaag haar tweede schooldag gehad. Ze vindt het heel leuk. We laten haar wel maar halve dagen gaan momenteel. Morgen is het dan woensdag en donderdag gaan we haar eens een volledige dag laten gaan. Om het voor haar ook gewoon rustig op het gemakje op te bouwen. Ze is nu ook een dutje aan het doen. Want ja, ze is natuurlijk de afgelopen 2,5 jaar continu thuis geweest. Kon slapen wanneer ze wou. Kon zo lang slapen ook, zochtens als ze zo wou. Dus het is wel een beetje aanpassen voor haar. Maar echt, ze vindt het geweldig. Ze heeft het al heel goed gedaan. Gisteren en vandaag. Dus
Wij zijn blij, zij is blij. Helemaal top. En onze kleine man hier, ik ben gisteren met hem naar de osteopaat geweest. En deze ochtend ook nog eens naar de kinderarts voor een extra controle. En wat blijkt, hij heeft een dubbele oorontsteking en een overgevoelige maag en overgevoelige darmen. Dus thank God, ik wist dat er iets scheelde dat hij niet in zijn normale doen was. Dat het niet gewoon alleen maar is omdat het een fase is of omdat er veel ontwikkelingssprongetjes zijn en weet ik veel. Maar dat er echt wel meer aan de hand was. Yes! En de osteopaat had ook al gezegd om koemelk vrij te gaan eten. En nu zei de kinderarts ook om echt 2-3 maanden, als ik zo lang nog borstvoeding geef, om echt alles van koemelk uit mijn voeding te schrappen en hem ook zeker niks te geven op termijn. Momenteel, en zien hoe dat gaat. Hij kreeg al iets van probiotica of prebiotica, denk ik. Hij heeft nu nog een zwaardere en stevigere gekregen om die maag en darmen extra te ondersteunen. En voor zijn oorontstekingen hebben we ook oordruppeltjes en neusdruppeltjes gekregen om mee aan de slag te gaan de komende 5 dagen. Dus dat gaan we allemaal doen. We hebben volgende week opnieuw een afspraak gemaakt. Moest het echt veel beter zijn met hem, dan kunnen we die altijd nog annuleren, zei ze. Maar stel dat het toch nog niet helemaal goed is, zeker eigenlijk met zijn maag en darmen en zo, dat we dan toch even verder kunnen kijken en verder kunnen schakelen of iets anders kunnen proberen of zo. Dus let's pray. Echt, ik hoop zo dat hij zich beter voelt, dat hij minder ongemakken heeft, minder last heeft. En schat, ja, dat je terug en weer kan lachen. Hij was echt niet meer mijn happy baby zoals anders. En natuurlijk, elk kind is aan de tand en zo, hij is helemaal oké. Maar je zag gewoon dat hij zich echt niet goed voelde en dat er echt iets aan de hand was. Maar we wisten gewoon echt niet wat. En nu komt het er dus uit. Thank God. Dus, ja. Ik ben happy. Ik hoop dat hij zich snel beter voelt. En we gaan gewoon alles doen wat de kinderarts gezegd heeft. En dan zien we wel weer verder. Maar ik heb net ook een theetje gemaakt voor mezelf. En ik ga even rustig opdrinken. En misschien een beetje was opplooien. Want ik heb nog was staan die nog opgeplooid moet worden. Dus ja, we hopen dat deze kleine man dan subiet ook een dutje doet. Ofwel bij mij, ofwel in zijn bedje. We zullen zien. Maar misschien beter bij mij. Ik ben wel moe, maar ik ben ook blij dat we aan de slag kunnen met iets. Allee, verder aan de slag kunnen met iets en dat het hopelijk wel gaat helpen. Dus dat is een beetje de update. En dat is ook de reden, ik zeg het, waarom het gewoon de afgelopen weken er echt niet van kwam. Hij was echt niet blij. Het was echt heel vermoeiend, gewoon eerlijk gezegd, voor mij en voor Andres. En voor Mialou ook wel, denk ik. Maar zij kan er redelijk goed mee omgaan, dus dat is ook wel een geluk. Maar een babytje. Hij was niet meer de baby die wij ervoor hadden. Hopelijk komt hij wel terug, hè, schat, binnenkort. Hij zit daar nog, hè? Ja. Oké, hij vindt dit niet leuk. We zullen eens iets anders doen.